Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 14 van de Vrijheidsondernemers Show. En dit wordt weer een geldtip uit mijn laatste boek, Expert Tips voor een Doorbraak in je Money Mindset. Deze geldtip gaat ook over een onbewust gedrag. Dus iets uit je, ja, iets uit je overtuigingen, ook uit je subconscious, dus uit je onbewuste, onderbewuste. Ik weet niet, volgens mij wordt het door elkaar gebruikt. Maar de vraag is, vind je van jezelf dat je recht hebt op geld? In het Engels heet dat zo mooi entitlement. Are you entitled? En ik vind dat het gaat samen met niet dankbaar zijn. Dus als jij gaat klagen van ja, maar ik doe zoveel voor ze. En ik zag hem laatst nog voorbij komen op Facebook trouwens. En ik geef al deze gratis content en ze profiteren van me en nu doe ik een aanbod en dan gaan ze allemaal ontvolgen of ze willen mijn nieuwsbrief niet meer. Voor mij spreekt daar entitlement uit. Het gevoel van, ik doe dit allemaal voor jullie en nu moeten jullie mijn aanbod kopen. Nu moeten jullie met geld over de brug komen. En die entitlement, die zet je in een verkeerde positie als ondernemer. Het zet je niet in een positie van ik wil je helpen. Het zet jou niet in een positie van ik wil mijn klant dienen. Maar het zet jou in een positie van ik bied iets aan. En nu moeten mensen dat wel kopen, want ik heb ze zoveel gratis gegeven. Zo werkt dat gewoon niet. Dat is heel simpel. Dus luister naar de tip. En de vraag aan het eind gaat ook zijn van houd bij waar jouw gevoelens van entitlement omhoog komen. Dus waar vind je dat je zogenaamd onrecht wordt aangedaan en je staat in de verkeerde rij bij de kassa of je stuurt een nieuwsbrief en je hebt 20 afmeldingen. Ga echt na waar dit gevoel omhoog komt. En dit is een lastige in het begin om te vinden. Omdat, weet je, er zit ook een soort bepaalde maatschappelijke norm op. Hè? Als je maar goed je best doet, dan krijg je een goed cijfer. Hè? Voor de inspanning. Ja, dat is gewoon niet zo als ondernemer. Dus als jij een nieuwsbrief stuurt en je krijgt 100 afmeldingen, ik noem maar iets. Wat heb je in vredesnaam geschreven waardoor mensen zich niet aangesproken voelen? Dus erg interessant om te onderzoeken. Maar pak als ondernemer altijd weer de positie van ik ben er om klanten te helpen. Ik ben er om ze te dienen. En als er een aanbod komt en mensen maken daar gebruik van, dan heb ik het gewoon heel goed gedaan. Dan willen mensen meer van mij. Doen ze het niet, dan is het wel aan mij om ze te laten zien wat ze missen. Je mag echt wel voor je product gaan staan. Je mag ook echt wel sales technieken gaan ontwikkelen. Maar dan nog, niemand is verplicht om bij mij iets te kopen of bij jou iets te kopen of wat dan ook. Dus niemand hoeft jou geld te geven. Dus in deze tip, een stukje zelfreflectie. Ik wens je veel plezier en ik ben benieuwd naar je inzichten. Dankjewel. Heb jij recht op geld? Is het je wel eens gebeurd, het gevoel dat je ergens recht op hebt? In het Engels heet dat entitlement. Entitlement uitzicht in het gevoel dat iets anders zou moeten zijn dan het is. Hoe dingen zouden moeten zijn. Bijvoorbeeld als de bediening niet goed genoeg is. Als je het gevoel hebt dat je onrecht wordt aangedaan, als je afgesneden wordt op de snelweg, of als de rij bij de kassa niet snel genoeg gaat, het uitzicht in de meest dagelijkse dingen. Je klaagt en kruipt in een slachtofferrol. Er zijn 5 strategieën die jou helpen om je gevoel van entitlement te veranderen. Strategie nummer 1 is het begrijpen van standaard normen en procedures. Bijvoorbeeld is daar de marktstandaard. Als ik bijvoorbeeld mijn boete niet op tijd betaal, dan krijg ik standaard er een renteboete bovenop. Dan kan ik het gevoel hebben dat mij onrecht wordt aangedaan, hè, entitlement, maar het was aan mij om die boete te betalen. Weten dat er standaard een boete over een niet betaalde boete gaat, helpt me om niet in de slachtofferrol te schieten, maar in actie. Dan heb je culturele standaardnormen en waarden. In andere landen hebben ze andere normen en waarden.
Als je die kent en respecteert, helpt dat je om niet in entitlement te schieten. Waarom moet ik mijn hele lichaam bedekken als ik in het buitenland ben? Waarom mag ik niet lekker in mijn zomerjurkje een kerk in? Gewoon omdat het bij de cultuur van het land hoort. Nothing personal. Dan is daar de regelgevende standaard. Voor de crisis konden we makkelijk een hypotheek krijgen en na de crisis werd dat ineens heel moeilijk. Als je begrijpt dat door bepaalde nieuwe ontwikkelingen nieuwe regels ontstaan, dan kun je voorbij je entitlement dat het vroeger allemaal veel makkelijker was komen. Ja, maar toen. En waarom kan ik dat nu niet meer krijgen? Nou, omdat er een crisis is geweest en er andere maatregelen zijn getroffen. En dan heb je nog de gedragsstandaard. Niet iedereen kan hetzelfde. Niet iedereen leert op dezelfde manier. Niet iedereen houdt van dezelfde dingen. Iedereen heeft een andere manier van zijn. Als je dat begrijpt, dan kun je anders kijken naar anderen en ze zien voor wie zij zijn in plaats van hoe ze in jouw ogen zouden moeten zijn. De tweede strategie is dankbaar zijn en dankbaarheid genereren. Zoek naar dankbaarheid in je leven. Over het onderwerp dankbaarheid is een aparte aflevering beschikbaar. De derde strategie is jezelf steeds de vraag stellen: hoeveel is genoeg? Als je bewust voelt dat je genoeg hebt en kunt en bent, kun je je niet entitled voelen. Een ander hoeft niet te zorgen voor jouw geluk. Ik weet niet of ik die nog een keer moet herhalen, maar jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Dat kun je niet aan andere mensen ophangen. Dus wees bewust, of ja, voel bewust dat je genoeg hebt en bent. En dan zit het geluk in jezelf. Strategie nummer 4. Maak krachtige verzoeken en beloftes. Wees duidelijk in je communicatie. Laat andere mensen niet raden naar jouw bedoelingen of verzoeken. Dus wie vraag ik? Waar vraag ik om? En wanneer wil ik het hebben? Omgekeerd vraag je om verheldering, zodat je weet wat er van jou wordt gevraagd. Weten wat je verwacht en wat er van je verwacht wordt, helpen je om je gevoel van entitlement te shiften en in actie te komen. Het helpt daarnaast om je te realiseren dat jouw manier niet een betere manier is, maar een andere manier. Strategie nummer 5. Verander je geklaag in een vraag. In plaats van te klagen over al dat onrecht wat je wordt aangedaan, kun je beter je geklaag veranderen in een vraag. Houd voor jezelf eens in de gaten hoeveel je klaagt. Waar klaag je over en welke vraag kun je stellen? De opdracht die bij deze tip hoort, houd deze week bij waar, wanneer en in welke vorm entitlement omhoog komt en gebruik dan de strategieën om het te shiften. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!